Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 8 uur 's ochtends op maandag en het wordt vandaag heel erg warm. Dus ik ga lekker vroeg beginnen aan het filmen van een video. Ik moet vandaag een weekvlog editen. Maar voor de rest hebben we buiten een zwembadje neergezet. En ga ik daar denk ik heel veel tijd doorbrengen. Vandaag, misschien ook wel morgen. Wow. Inmiddels is het 11 uur en ik heb mijn vorige camera helemaal leeggeschoten, de batterij ervan. Ik heb opgeruimd en schoongemaakt en dat gefilmd. Altijd twee vliegen in één klap, zo lekker. Nu is het tijd voor mijn andere werk. Hopelijk gaat het allemaal een beetje rap. Ik heb afgelopen week al de vorige week vlog zoveel mogelijk geëdit. Dat is natuurlijk wat ik altijd op maandag doe. Hopelijk ben ik er nu niet zo heel erg veel tijd meer aan kwijt. Want het begint echt snikheet te worden. Nou, het is hier nu 26 graden. Misschien komt het ook wel doordat ik gewoon in de weer ben geweest. Maar zo lekker dat dat allemaal gedaan is. Sorry voor het geluid van de airco. Het is denk ik alleen vandaag en morgen. Ik ga heel even wat restjes pasta opwarmen. En dat als brunch eten denk ik. Want ik heb een schaaltje met aardbeien gegeten vanmorgen. Maar ja, dat telt niet echt als een maaltijd. Perfect. Dit zou zomaar de beste aankoop van de afgelopen tijd kunnen zijn. Hallo. Ik ga eventjes podcast luisteren. Dat heb ik al heel lang niet gedaan. Ik ga eventjes allemaal afleveringen van Eva Jules haar podcast inhalen. Ik had net ook een vlog van haar gezien. Ik vind haar echt heel erg leuk. Ik heb ook mijn boek mee naar buiten. En zelfgemaakte groene ijsthee. En ik heb er ook een nieuwsbrief bij gedaan. Dus ik vermaak hier wel de komende tijd. Echt een fabulous middagje buiten gehad als we ook konden. Zo lekker. En nu gaan we avondeten. En we hebben tortilla's hier. En het zit nog een beetje gehakt, verstopt. Rode ui, wat kruiden, wat paprika. En dit, wat je hier allemaal ziet. Ik heb ontbeten met een smoothie. Daar had ik wat banaan in gedaan, avocado. De laatste aardbeidjes van de markt, wat water. En ik denk dat dat het was, maar meestal vergeet ik dingen op te noemen. Ik ga vandaag met hem mee op pad. Ik wilde zeggen naar het strand of zo, maar we hebben nog niet helemaal een plan. Behalve dat het dus vandaag heel erg warm gaat worden. Dus ik heb mijn bikinietje weer aan. Dit is van de H&M, deze van de H&M. En ik heb het allebei echt al lang. Mijn huid is helemaal gek aan het gaan. Zoals ik zei, denk ik dat ik fungal acne heb. Al die soortgelijke bultjes. En dat gaat dus helemaal gek met warmte en met zweet en vocht. En als je bijvoorbeeld ook veel sport, kan je er extra last van hebben. Dus nou ja, ik probeer me er zoveel mogelijk, ik probeer het zoveel mogelijk los te laten en me niet zoveel van aan te trekken. En ik hoop dat we er weer een leuke dag van gaan maken. Ik dacht misschien is het wel leuk om te vertellen wat ik vandaag allemaal meeneem. Sowieso mijn kleine camera waar ik nu ook op film. En deze om analoge foto's mee te maken. En gewoon wat standaard dingetjes in deze tas. Die heb ik ook gewoon bij Carhartt besteld online. Dus daar zitten mijn pasjes in. Kauwgom, mijn AirPod zit erin. Zonnebril gaat er natuurlijk bij. Dit is de zonnebrand die ik voor mijn gezicht gebruik. En die dus ook met mijn huid goed zou moeten werken. Die gebruik ik nu al een tijdje en ik vind hem wel chill. Alleen mijn huid is nog steeds niet legaal. Dus of het qua dat ook goed gaat, weet ik niet. Dit is een spray zonnebrand. Chill om makkelijk aan te brengen. Eventueel over je gezicht als je make-up op hebt of zo. Deze heb ik voor mijn lichaam. Ik ben al zo lang niet verbrand en dat wil ik graag zo houden. Ik neem wat deo mee. Dan heb ik twee van die hamandoekjes mee. Wat nog in mijn tas van zondagavond zijn snackjacks. Dan heb ik hier Black Stories. Is een spelletje waar je een verhaal moet raden. En regenwormen. Ik neem voor de zekerheid een boek mee. Meestal eindig ik niet lezend als ik met mensen ergens naartoe ga. Maar voor de zekerheid. Hier heb ik water in. En hier heb ik pluizend water in. En dan ga ik ook nog eventjes wat druiven in een zakje doen. Best wel veel. Maar we hebben geen eindtijd. Ik weet niet hoe de dag loopt, weet je wel. En ik ben echt in een blauw thema of zo, want ik neem alles mee in dit tasje van Sur La Lune. Inmiddels zijn we hier al een tijdje en daar kom je zeg maar hier naartoe gelopen. En het is best wel druk zoals je kan zien. Hier was net echt een invasie van nou, misschien wel 5 klassen superjonge kinderen. Maar die zijn dus inmiddels weg. En nu hebben we echt een soort van haast privé strandje. Er zitten een paar mensen. Je ziet ook hoe rustig het hier is in het water in vergelijking. Het is echt fabulous. Geen wolkje aan de lucht. Morgen wel weer volgens mij. Maar dit is echt heel fijn even. We hebben een ijsje gekocht onderweg naar de auto. En we zijn hier even ons flesje aan het vullen met water. Super chill. En dan
Nou, wat we dan gaan doen, dat zien jullie zo. Dit is dus echt top. Ik zei, ik liet zien natuurlijk wat ik meenam. We zijn inmiddels weer thuis. Samen met Emé. Helemaal rood van de hitte. Dat is gelijk wat we hebben nu, hè? Ja. We hebben allemaal hapjes gehaald. Die gaan we dus eten met z'n drieën. Het pit erbij. We hebben hier salade. Echt super simpel. Wat stokbrood. Wat dingetjes voor ernaast. En poolside. Een poolparty. Poolparty. Ik heb geen dingen te vertellen. Behalve dat het echt ontzettend warm is. Ik hoop dat waar je dan ook was, mocht je binnen zijn geweest, dat er een fijne airco was of iets dergelijks. Ik ga zo denk ik even koud douchen. Nee, warm douchen voordat ik in bed ga. Dan voelt het kouder. Denk ik. Tomaat out. Ik heb haarmasker en haarolie in mijn haar. Dus dat ga ik later vandaag er allemaal lekker uitspoelen. En even een make-uploos editdagje. Mijn camera ligt bij me. En ik moest vandaag echt dingen editen. Dus dat zijn we nu allemaal via Google Drive aan het, of zijn ze het naar mij aan het versturen. En ik ben alvast een beetje aan het editen. Maar gisteren had ik trouwens ook echt nog een heel leuk perspakketje gekregen. Met een mini olijfboompje. Super cute. En trouwens, echt meteen nu het niet meer bloedheet is, gooi ik een vest aan. Ik hou daar gewoon van. Ik denk dat herfst gewoon mijn seizoen is of zo. Ik ben echt leuke zomer dingen aan het doen en herinneringen aan het maken. Maar dit is dus trouwens een pakketje van Holland & Barrett met huidverzorging. Dus ik ga nog even kijken of dit qua ingrediënten een beetje gaat werken voor mij. Maar ik heb hier dus een gezichtsscrub. Dan heb ik hier een cleansing oil. Dan heb ik hier een serum. Altijd fijn. Als die ook scherp stelt. En dan heb ik hier een moisturizer. Rich moisturizer. En het zat in dit leuke potje. Dus die kunnen we buiten weer neer gaan zetten. Ik vind dat het heel leuk soort bij elkaar raapt. Of van plantenpotjes. Wat je ook heel vaak in steegjes hebt in steden. Gewoon allemaal mixen van potjes en bomen en planten en bloemen. Dus echt zo schattig ook dit dingetje. Het is alsof ik een slaapfeestje heb gehad. Ik was gisteren echt chagrijnig en prikkelbaar en niet te genieten. En mijn haarolie en zo zit veel te lang in mijn haar. Maar ik ga nu even douchen en onder andere even mijn haar wassen. En hopelijk er een leuke dag van maken dan gisteren. Oké, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dit dus echt top. In ieder geval even voor nu. Heerlijk. Ik vind altijd, dat zei ik laatst, die overgang van de zomer naar de herfst. Zo fijn, zo knus. Ik hou van kaarsjes, ik hou van regen. Ik hou van lekkere laagjes aan kunnen doen. En dat je make-up er niet afsmelt. En dat je sowieso niet opgezwollen bent van de warmte. En dat je gewoon lekker kan slapen. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel fijn dat de zomer lekker veel daglicht biedt. En dat het ook gewoon lang licht is en zo. En elk seizoen heeft gewoon zijn leuke dingen. In de deur. Ik heb mezelf klaargemaakt en ik vind het weer helemaal heerlijk om een make-up casual op te hebben. En ik kan er altijd nog voor kiezen om het niet te doen, je haar of je make-up. Planning voor vandaag is video filmen. En de video staat al online voor deze. Het is allemaal een beetje proppen en haast en voor uitwerken en... Maar het is wel heel leuk. En Medi bestelt mijn eten voor de hele dag. En ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Ik heb doorgegeven wat ik niet zo lekker vind. En dat ik bijvoorbeeld dat zuivel meestal niet zo chill gaat bij mij. Alsof ze dat allemaal niet weet. Maar geen idee welke kant ze op gaat. Dus we gaan het merken. Ik heb mijn ontbijt gemaakt en de keuken opgeruimd. En toen ik gisteren zo super chagrijnig was, ben ik begonnen aan het tweede seizoen van Only Murders in the Building. Maar er komt ze elke week een nieuwe aflevering van online. Dus ik ga even kijken. Er zijn er nu 5. Kijk, dat is jammer. Ik dacht ik bewaar hem om in één keer te bingen. Maar ik ga even verder met aflevering 2. En mijn ontbijt verder opeten, opdrinken. Who knows? Ik denk dat het echt een hele leuke video gaat worden. Girl, goedemorgen. Ik ben net wakker. Ik ga vandaag je camera terugbrengen. Maar het spijt me heel erg dat ik hem heb meegenomen. Hey. We hebben elkaar ook gewoon echt lang niet gezien. En nu weer veel. En nu hebben we elkaar gezien.
En je bestelt bij eten vandaag. En nu zien we elkaar weer. Ja. En we zien elkaar volgende week. Ja. Het gaat van niks naar alles. Misschien is dit echt heel erg dom dat ik dit film. En misschien vinden jullie het überhaupt dom van me. Maar mijn spalkje is net losgeschoten. Dus ik bel hier de ortho in de buurt. Die zegt, ja weet je, hier moet je dan foto's laten maken en zo. Dus misschien kun je beter bij je oude ortho terecht. Dus ik bel mijn oude ortho. Die heeft na het weekend pas plek. En het is natuurlijk best wel niet zo handig. Zo'n prikkend draadje. Dus die zei, vraagt voor de zekerheid anders even of je eerder terecht kan dan dat bij je tandartspraktijk. Dus die bel ik net. En ik ben er dus, nou ja, al een paar jaar niet naartoe geweest. En ik weet natuurlijk dat halfjaarlijkse controle of jaarlijkse controle, whatever, dat dat gewoon aanbevolen is. Maar weet je, mensen hebben gewoon shit. Dingen waardoor het niet gaat. Ik werd zo vriendenband net. Was al een drempel voor mij dat ik dacht, ik moet weer een keer zo'n afspraak inplannen. Camera viel uit. Ik heb verder geëdit. En ik ben wel weer oké. Ik ben gewoon een beetje, ik was gisteren even chagrijnig, weet je wel. En dan nu dit. Dus ik voel me niet super blij. Maar wel oké. Ik weet dat ik niet de enige ben met dat soort dingen. He, dat je je eigen dingen moet regelen. En om wat voor reden dan ook zijn er gewoon zoveel mensen die er moeite mee hebben. En ja, sommige mensen hebben geen inlevingsvermogen. Maar dat, als je dan wel zo'n soort functie hebt, dat je dus wel het aanspreekpunt van een bedrijf bent, dat is niet zo handig dan. Het frame voor de tv is er. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet qua type hout. We hebben dus laatst de frame tv gekocht. En we vonden het al heel lang mooi, zo'n tv. Maar er is laatst een nieuwe versie uitgekomen, waardoor wij dus niet de allernieuwste hebben, maar het type van daarvoor. Klein verschil zit er maar tussen. En die was nu dus echt veel goedkoper ook dan eerst. Apart, want dit voelt gewoon als, ja wat zal het zijn? Kunststof of zo. Dit is hoe je eruit ziet. Wel wat warmer. Ik weet niet. Nee, hij is wat koeler. Cooler dan dat ik had verwacht. Dus hij matcht niet helemaal met de stoelen. Maar ik denk genoeg. En ik denk dat het nog steeds heel mooi staat. Oh, wanneer ben je binnengekomen? Dat is goed, hè? Dat is eng. Oh. Ik weet niet hoe dit moet hoor. Maar ik dacht om even te kijken gewoon. Sowieso wel leuk. Nou moet ik zeggen, het was ook online niet heel duidelijk. Nee, wat de verschil. Nee, hij is cooler. Je kon het ook online helemaal niet goed zien. Terwijl mensen die zo'n ding kopen, die willen toch juist. Nou, anyway. Er zijn heel veel lijsten die je kan kopen. Ook zwart en goud. Kan je zwart kopen, want er zit al een zwart ding omheen. Wit. Ja, op beeld flikkert het altijd een beetje. Maar het ziet er in het echt heel erg leuk uit. En die lijst die matcht dus op zich wel weer met de vloer. Die lag hier al toen we hier kwamen wonen. Die heeft verschillende kleurtjes hout, een beetje. Leuk. Echt gezellig staat het. Filmdag is helemaal afgerond. Nu leg ik met mijn zwaartedeken op de bank. En gaan we de laatste aflevering van WandaVision kijken. En we hebben het er helemaal niet over gehad trouwens, of we het goed vinden. Maar ik denk als we niks zeggen dat het een goed teken is. Ja, ik weet niet, man. Misschien niet helemaal je ding dan? Ik hou hier wel van. Maar ik vond Loki, denk ik, nog leuker en meer mijn ding. Maar ik vind dit ook wel echt kussentjes. Graag. We moeten eigenlijk, ja. Ja, je hebt opgeruimd. We moeten eigenlijk nog even leuke sierkussens voor op de bank. Want nu pakken we soms oude kussens om lekker mee op de bank te zitten. Maar ik wil gewoon heel graag, als we iets nieuws kopen voor in huis, dat ik er echt 100% verliefd op ben. En dan ben ik heel, ik vooral, heel kieskeurig met bijvoorbeeld kussentjes, maar op een dag gaan we de perfecte tegenkomen en dan ben ik er extra blij mee. Is het toeval dat ik me niet zo heel chill voel en de laatste tijd ook niet echt qua eten goed voor mezelf zorg en dat ik niet echt mijn rust meer mispak? Ik heb deze hele week bijvoorbeeld nog niet gelezen. Het ging echt van heel veel lezen naar niks omdat ik er even geen zin meer in had. Het is vrijdag. Ik moet nog even mijn laatste dingen doen voor het weekend. De video heb ik afgeëdit. Ik heb hier om 2:10 mijn eerste eten van de dag. Maar ik heb dus een wrapje gemaakt met daarin wat spinazie. Ik heb wat wortelgeras, wat kip, gekruide kip gebakken met wat ui. Spinazie zei ik al, slamix. Ik weet niet. Ik hoop dat het gaat vullen. Ik hoop dat het lekker gaat zijn. Bijna weekend.
ga een bestelling inpakken voor Self Love Studio. En dat is echt toevallig deze combinatie. Dus deze in A3 en deze in A2. Dus hoe leuk is dat? Ik heb hier het vloeipapier. Hier de A3 abstracte poster. Keep Going in A4. Ik ga het eerst de onderkant eroverheen. Dan de bovenkant. En dan de zijkanten naar binnen. En dan kijk ik altijd of het het leukst uit vindt komen dat dit gevouwen zit. En dat is in dit geval met deze naar boven. Dan gaat daar de sticker met het logo op. Zo. En dan gaat dit in een doosje waar het perfect in past. Zo. Handgeschreven kaartje erbij. En dan is het tijd om de doos dicht te maken. Ik heb ook eventjes deze vlog al helemaal geknipt. Nu ga ik even thee maken. En Pet die had een borrel met zijn werk. Maar die stuurt net, dat is een beetje veel, dat hij weer onderweg, of dat hij al onderweg naar huis is. Dus dan gaan we zo even samen in de keuken staan. Dat vind ik altijd, of dat vinden we altijd heel erg leuk om te doen. Ik ga nu gewoon in de tussentijd wel even lezen. Ik heb er niet zo heel veel zin in, maar dat is net zoals dat ik vaak geen zin heb om te wandelen. En als ik al een rondje heb gelopen, dan voel ik me daarna gewoon goed. Een beetje hetzelfde gemaakt als gisteren, dus wat slamix, wat spinazie, deze keer ook met wat tomaat en dan kip. Ik moet hem even goed recht leggen. Daarmee ga ik heel laat lunchen en ik ben verder aan het lezen in mijn boek. Oké, het is ortodag. Ik hoop dat dit een fijnere ervaring gaat zijn dan mijn telefoongesprek met de tandarts. Ik was wel eventjes vergeten hoe mooi het hier allemaal is in de buurt. Ik weet niet of dit Bloemendaal is, Bloemendaal of Zandpoortzuid. In ieder geval, ik hou echt van huizen kijken. Het is 11 jaar geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben. Het ziet er echt allemaal nog hetzelfde uit. Is het hier al? Maat. Oh ja. Oké, dat ging echt helemaal goed, helemaal prima. Dus dat viel alles mee. Fijn dat ik hier gewoon terecht kom. Het weekend ging er wel overheen, maar hij is gewoon dus weer geplakt. En dan ga ik gewoon lekker van een normale tandarts binnenkort overstappen naar eentje bij ons in de buurt. Trouwens ook in de rijden. Nou ja, in ieder geval. Gisteren gingen we naar Noord-Scharwoude weer. En dat is dus het langste dat ik ooit heb gereden sinds ik mijn rijbewijs heb. Snelweg ook op, inhaalacties gehad en het ging goed. Ah, maar dat ik een beetje aan napraat en weer een beetje moet wennen. Maar het is echt platter gelijmd dan dat het überhaupt voordat mijn draadje losging zat. En ik werd dus echt super vriendelijk geholpen en zo, dus top. Autorijden gisteren ging goed. Ik ben allemaal dingetjes aan het doen waar ik van denk, schouderbloempje. Die moet je jezelf gewoon af en toe geven. En nu gaan we naar een PostNL-punt bij ons in de buurt waar iets is afgeleverd. Not, want het zit helemaal in het bedrijventerrein van Haarlem. Dan gaan we even een pakketje ophalen. Misschien kunnen we hier gewoon ook een keer doorheen scooteren of zo met een Felix. Dat zou het zo wel lekker zijn. Hier zo is dit. Hoezo is dit? Ik weet echt niet wat hier de situatie is. Ik ken het alleen dat je vanaf daar hier naartoe gaat. Maar kijk, daar staan weer allemaal stoplicht. Maar het is ook echt, we moeten naar PostNL Business Center of zo. Kort. Nou, dit gaat helemaal top. Misschien is deze vlog een goede motivatie dat mocht jij iets uitstellen of tegen iets opkijken om het te doen of om het proberen te doen als je ergens niet comfortabel bent voelt of ergens je niet comfortabel voelt om naartoe te gaan. Van wie moet dat? Van wie moet dat? Als jij gewoon kan beslissen dat je ergens anders heen gaat, ga gewoon ergens anders heen. En dan ga ik weer een nieuwe week starten nu. Leuke dingen ga ik doen deze week. Dus je kan je abonneren op mijn kanaal als je dat niet wil missen. Ik hoop dat het goed gaat en ik hoop dat ik je snel terugzie. Bye.